schaatsen hoort bij Nederland. Schaatsen is gewoon heel goed voor je lichaam en goed voor je geest. Jaap Wansink is een ijsmeester. Ik werk alleen als het vriest. Ja. En een kunstijsmeester, ja, die maakt ijs. Ja. Wij kunnen het helaas niet maken, anders zouden we het doen. Jaap moet dus geduld hebben. Maar in sommige plaatsen laten ze het niet afhangen van het weer. Zoals in Gouda. Hier kan altijd geschaatst worden. Deze tijdelijke kunstijsbaan staat iedere dag bommetje vol met kinderen. Het past mooi bij de markt van Gouda. Ik vind het vooral wel leuk omdat het lekker koud is. Ik hou van de kou. Je kan rondjes maken, je kan heel veel soort trucs doen. Het is ook grappig om anderen zien vallen. En je kan gewoon met iedereen kan je schaatsen. Het is heel gezellig. Hier is het dus gezellig druk. Maar bij veel grote kunstijsbanen is dat anders. Schaatsverenigingen daar zien dat steeds minder kinderen lid worden. En dat heeft, denken ze, ook veel met de klimaatverandering te maken. De winters van nu zijn lang niet zo streng als eerst. Vroeger kon je soms als kind wel dagenlang achter elkaar buiten schaatsen op het natuurijs. En zo raakte je besmet met het schaatsvirus. Maar ja, met die winters van de afgelopen jaren kun je je schaatsen beter thuis laten. Dat het vroeger echt wel kouder was, zie je als we terugkijken in de tijd. Zoals in de jaren 60 van de vorige eeuw. Dan vriest het vaak en wordt er volop geschaatst. In 1963 is het zelfs extreem koud. 3 maanden achter elkaar vriest het elke dag en daalt de temperatuur soms tot min 20. Het is een van de koudste winters ooit gemeten. Jaap zal die winter nooit vergeten. IJsclub van Noorden die heeft dus een toertocht georganiseerd voor auto's. En dat was natuurlijk toen al een uniek iets. Op het ijs. In de jaren daarna wordt het minder. Al kan Nederland er in de jaren 80 nog vrolijk op losschaatsen. Maar langzaamaan hebben we steeds minder natuurijs. De afgelopen 25 jaar zijn de meeste winters zacht. En als er al eens een koude winter tussen zit, is het niet meer zo lang en zo extreem als vroeger. De laatste echt strenge winter was in 1997, 20 jaar geleden, toen de allerlaatste Elfstedentocht werd gereden. Ruim 16.000 toerrijders zijn nu allemaal op het ijs. Schaatsen is natuurlijk een oer-Hollandse sport. Als er ijs komt, dan begint dat toch bij iedereen te kriebelen. Dat mooie in de natuur zijn, het buiten zijn, dan waan je eigenlijk op het paradijs en de paarden. Nu is er geen ijs te vinden, maar als het zover is, dan komt Jaap in actie. Als ijsmeester bepaalt hij wanneer het ijs dik genoeg is om op te schaatsen. Nou, wat heb je nodig? Je begint met een boor, met een langere stijl erin, hè, want het ijs kan soms heel dik zijn. Je boort een gaatje en als je dus er doorheen bent, dan heb ik een ander attribuut, dat heb ik zelf aan het ontwikkelen geweest. Die laat ik door dat gat heen zakken. En dan moet ik dus gaan kijken, want wat is de onderkant van het ijs? En dan doe ik dus dat. En dan dan komt er wat uit, dan trek ik hem omhoog. En blijft dat rood, dan is het nog niet goed. Wordt het groen, dan is het goed. Ja. En dan kan je dus zeggen, van, nou, dat stuk ijs is in ieder geval goed om te schaatsen. Maar al 7 jaar heeft hij zijn spullen niet kunnen gebruiken. En daar baalt hij van, want hij weet hoe mooi het kan zijn. Ja, en dan had je daar de koek en zoopie tent. En dan kwam de tocht, reed hier zo langs. En dan had je een groot lint van mensen die dus allemaal die kant op schaatsen. Want dan hadden we daar weer de stempelpost waar ze het stempeltje konden halen. En dan vervolgens gingen ze weer verder naar de andere stempelposten toe. Tja, Jaap kan niet wachten. Net als veel kinderen waarschijnlijk. Al staat niet iedereen te trappelen van ongeduld. Neem nou Mitika en Kadir bijvoorbeeld. Dit is heel langzaam. Ik kom niet vooruit. Waarom doen mensen dit überhaupt? Ik kan voor geen meter schaatsen. Er zitten allemaal mensen om je heen zitten. Ik kan hartstikke goed schaatsen. Die beuk je allemaal ver. Ik wil het überhaupt niet leren. Ik wil het ook niet doen, omdat ik het gewoon niet leuk vind. Maar ja, zo'n kunstijsbaan is natuurlijk ook niet te vergelijken met het echte ijs in de vrije natuur. Ik heb er een hele goede hoop op dat we dus toch een stukje winter gaan krijgen. Echt waar? Ja. En waarom? Ja, dat voel je een soort. Hoezo? Ja, hoezo? Waarom? Ja. Leg eens uit. Zeg het maar vingergevoel. Ik weet het niet. Zit hem iets in de lucht of zo? Ja, misschien wel. Maar ja. Het wordt hoog tijd.